SBS begint in januari met, uit mijn hoofd, NSE heet dat volgens mij. Dat is al eens op de buis geweest. Van nieuws, Boven, show nieuws en entertainment. Ja. Is daar niet een leuk plekje voor jou? Ja, dat lijkt me heel erg leuk. Ja. Ik zou er wel even op moeten. Nou, als we me sowieso willen hebben, even kijken wat voor een soort programma het wordt. Met alle plezier. Dit bandje stuur ik dan met alle plezier naartoe. Ja, dat is prima. Ja. Nee, maar dat moet ze zelf maar komen. Ja, vanaf januari ben ik misschien beschikbaar. Ja. Nou, moeten ze zelf mee komen, dat vind ik iets te hoog hard. Dat bedoel ja, je maar ik weet niet maar... of ze mij... Nee, dat bedoel ik zeker niet. Nee. Dat klopt. Maar ik weet niet of ze mij gelijk op het oog hebben daarvoor. Daarom roep ik het. Ja. Ik zie jou daar wel staan namelijk. Ik denk wel dat het zou kunnen. Ja, dus ik zou zeggen, nou, als je hier klaar bent... Ja. Even, ik kan die enveloppen opsturen. Maar goed mensen, het is een tijd van komen, zoals je altijd zegt. En een tijd van gaan, dus dat klinkt als een negatief. Maar de mensen die het programma kennen weten dat er na een negatief altijd een positief komt. Morgen. Hallo. Morgen. Oh, dat is nog maar één nachtje slapen. Is keur in de middag er weer. Dat is toch hartstikke leuk. Dat is ook hartstikke leuk. Ja, leuk man. Ja. En het leuke is dat wij hebben jou uitgenodigd, sterker nog, dat wilde je ook graag, om te blijven slapen in het stapelbed. Ja. Dus, Tineke, dat al goed? Ja. Okay. Dus wij verheugen ons op morgen met jou. Jeroen Latijnhuis was in de house. Dankjewel Jeroen. Ja, graag gedaan. Tot morgen. Keur in de middag. De spreuk van vandaag. Vele jaren geleden kwam ik naakt en gillend op de wereld. Nu gaan anderen gillen als ze mij naakt zien. De spreuk van vandaag. Dit is, heb je niet opgezocht, heb je gewoon vanuit je eigen hart geschreven. Ja, dat zag je. Ik zag het. Heerlijk met Jeroen Latijnhuis. En morgen is hij er vanzelfsprekend nog zeker een uur bij ons ook in de show, mensen. Even snel contact opnemen nu met de directie, want ik ben altijd heel nieuwsgierig. Wat vonden zij van de show? Dat was toch weer een leuke show op een radio. Dank u. Van kleine traan tot grote lach, keur in de middag. Gezellig. Het was gezellig, mensen. Zeker. Ik hoop dat je een leuke zaterdag gaat krijgen. Ik hoop dat jullie ook een leuke zaterdag gaan krijgen. Ja, gaat vast lukken, ja. Maak er iets bijzonders van. Lekker slapen. En dan morgen zijn wij hier weer. Geven we acte présence, zoals de Italianen zeggen. Tussen 3 en 6. Een lekkere zaterdag. En graag tot morgen allemaal. Tot de